1 november is de lijn te koop en het resultaat is te zien in dit lookbook. En ik krijg ook heel vaak de vraag wat mijn make-up routine is. Dit is dus een serum dat je wimpers voller en dikker worden. Ik vind het heel spannend. Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Volgens mij zeg ik het echt iedere vlog, maar ik blijf het heel bijzonder vinden dat mensen naar mijn leven kijken. Terwijl ik het zeg, zet ik je neer op een vaas. Omdat ik graag wat aan jullie wil laten zien. Zoals misschien mensen van jullie weten, heb ik vorig jaar in samenwerking met Cowboys Back een hele, al zeg ik het zelf, toffe tassencollectie ontworpen. In december zijn wij, of in november al, zijn we weer begonnen met een tweede lijn. Nou, toen kwam heel corona ertussen. En toen hebben we een beetje aan het einde van de, of tenminste toen de lockdown voorbij was, hebben we een shoot gedaan. Met allemaal mondkappen op en weet ik veel. En het resultaat is te zien in dit lookbook. En ik heb hem ook al een beetje een soort van teaser laten zien op mijn Instagram. Maar ik zou er heel graag met jullie nog een keer doorheen willen. En ik was eigenlijk van plan om zelf mijn favoriete items uit te kiezen. En daarin wil ik jullie heel graag meenemen. November is de lijn te koop. Vorig jaar heb ik alle tassen vernoemd naar mannennamen. Dus alle mensen in mijn leven die belangrijk en bijzonder zijn, die een mannennaam hebben. En dit jaar heb ik het vernoemd naar, dan moet ik wel even de goede erbij doen, naar edelstenen namen. Ja, deze zit er natuurlijk ook weer in, Bobby Bag. Maar ik ga nog niet te veel vertellen, maar ik wilde heel even mijn favorieten aan jullie laten zien. En dat is deze. Deze is zo waanzinnig. Oh mijn god. De Sunstone is een weekendtas. En het is een beetje het jaren 80 bowlingtas. Echt zo'n Amerikaanse jaren 80 vintage. En is helemaal in het jasje van nu. En hij is er dus in zwart. Tan kleur. Een beetje bruin. En in mijn lievelingsprint de slang met goud. Ja, ik vind hem waanzinnig. Hier die portemonneetjes weer. Oh, ik heb er zoveel zin in. Tot zover. Ik hou jullie trouwens op de hoogte van wanneer de echte launch is en wanneer jij het ook zou willen kopen, eventueel. Ik heb een vriendin en die had ooit bedacht om alles lopend te gaan doen. Dus die gingen... Oh, wacht, die brommer. Die wilde heel graag gezonder leven en die had ook een vliegtuig. Jeetje, met die audio hier. Ik heb dus een vriendin en die had een paar jaar geleden bedacht dat ze gezonder wilde leven en wilde afvallen. En toen had ze dus bedacht dat ze twee dingen ging doen. Ze ging biologisch eten en overal waar ze naartoe moest, deed ze wandelend. Nou, toen moet ik heel eerlijk zeggen, ik dacht toen, ik weet dat je kijkt trouwens, maar ik weet nog dat ik dacht, zo, nou, die is knettergek. En inderdaad, zo, het werkte, het hielp. Kilo's kwijt, super strak, heel gezond was ze, helemaal lekker in de vel, de huid was helemaal mooi geworden, dus het werkt dus wel. Wil ik niet zeggen dat ik alles lopend ga doen, want ik fiets de hele dag door heel Amsterdam heen. Maar ik ga een klein beetje daarvan oppikken. Ik zoek een t-shirt met dit bord. In maat L, het zijn de heren t-shirts. En die zijn dus echt fantastisch. Maar kijk, ze hebben alleen maar van die dunne in hier. Oh nee, ook weer zo'n dun boordje. Want dit is ook een hele soort van stretchy-achtige stof. En je wil eigenlijk deze hebben, want dit is echt van dat hele erge stugge katoen. Dat vind ik toffer. Even kijken. En ook dun. Dun. Oh, alweer dun.
Nee. Ik heb hem toch gevonden. In het grijs lag hij ergens onderin op een stapel. Ik moet zeggen dat ik niet van de grijze shirts ben, maar hij zit zo goed. En het is een emmetje dat ik hem heb meegenomen. En ik heb ook nog een L gevonden in diezelfde stapel. Dit is echt, dit zijn de beste shirts ooit. Dit zijn wel mannen shirts, maar het is 100% duurzaam geproduceerd katoen. Heel erg dik, super mooie kwaliteit. Blijven heel mooi met wassen. En voor 3 euro, jongens, ik zou zeggen, sla hierop in. Ze hebben ze in het wit, donkerblauw. Dit zijn echt van die boxy boyfriend shirts. Ik zal hem even aandoen trouwens. Dit is hem dan. Hij is groot hoor. Misschien had een M was ook goed geweest. Ik moet even dit eraf halen. Maar dit zijn dus echt top shirts. Ik weet niet of je het zo kan zien. Ik kan ook een M nemen. Maar ja, die hadden ze dan weer even niet. Ze zijn wel echt altijd gelijk uitverkocht. Een tip van Bobby. Ik heb een heel leuk gouden doosje binnengekregen. Ik weet al wat erin zit. Ik ga hem even unboxen. Ik hou er altijd van als dingen mooie verpakkingen hebben. Dit ziet er toch waanzinnig mooi uit. Je kan mij dus echt niet blijer maken met een pakketje wat mooi is ingepakt. Kijk dan, wat chic. Ja, terug naar het product. X-Lash. Dit is dus een serum dat je wimpers voller en dikker worden. En dit is een serum die hetzelfde moet doen met je wenkbrauwen. Even kijken, wat zit er nog meer in het pakket? Oh, wat leuk! Een metertje. Hoe lang dus je wimpers zijn, kan je dat dus opmeten. Nou, vind ik heel leuk. En dan kan je dus afstrepen, want na 28 dagen zie je dus verschil. En dan kan je dus kijken of je wimpers langer zijn geworden. Nou, dit vind ik dus heel leuk. Wacht even. Oké. Jullie moeten dan kijken hoe lang mijn wimpers nu zijn, hè? Oké. Wacht even. We gaan dit nu gebruiken. Dit moet je dus 1 keer per dag opdoen. Boven je wimperlijn. Nou, waarschijnlijk weten jullie dit al wel. Ik vind dit heel spannend. Ik ben ook heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik moet je ook zeggen dat ik dit soort dingen altijd moeilijk geloof. Alleen, als ik het google, liegen de foto's er niet om. Heel sexy shot. Dan zie je even hoe mijn wimpers nu zijn. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd of het wonderen gaat verrichten. 28 dagen. Oké. Nou, ga ik op mijn kaartje. Heel leuk. Waar is een pen? Oh, chaos bij mij altijd. Ik krijg ook heel vaak de vraag via Instagram. Oh, ga even goed zitten op die stoel. Wat mijn make-up routine is. Nou, heb ik eigenlijk die routine al een keer laten zien. Maar goed, nieuwkijkers, snap ik dat je geen zin hebt om dat helemaal op te gaan zoeken. En oude kijkers misschien ook. Er is alleen niet heel veel veranderd wat betreft mijn soort make-up routine. En ik gebruik eigenlijk ook nog dezelfde producten. Dus doe dat gewoon aan de keukentafel. Tussen alle bonnetjes, rotzooi, alles wat ik hier neerknal. Ik begin altijd met deze mascara. Van Maybelline New York, de Lash Sensational. Dat is een topper en die heeft zo'n speciaal borsteltje dat de boel niet aan elkaar gaat plakken. Ik doe altijd de onderkant eerst. Als je begint met de bovenkant en daarna de onderkant doet. Ik ben al lekker aan het morsen. Dan ga je dus, als je zo gaat kijken, dit tegen de bovenkant aan laten plakken. En dan krijg je een soort dichtere look. Dat je ogen wat dicht geplakt zitten.
Dan doe ik mijn wenkbrauwen. Ik had ooit een heel fijn wenkbrauwpoedertje van L'Oréal. Maar die kan ik dus nergens meer vinden. Dus ik heb toen uit wanhoop even snel bij de Ethos een poeder gehaald. En die ben ik dus vervolgens nu aan het opmaken. Nou, en dan zet ik even mijn wenkbrauwen aan. Ik verf ze dus niet, want als ik ze verf worden ze te donker. Dan krijg ik een soort hele boze blik. En dat vind ik echt lelijk. Oké. Dan. En dit is de tip van de eeuw, jongens. Deze mascara. Volume Million Lashes. Feline heet die, van L'Oréal. En deze is echt fantastisch. Het heeft zo'n... Ik heb hem hier voor bewaard. Zo'n rubber borsteltje. En als je dit dus opdoet... Deze is nu zeg maar een beetje droog geworden. Omdat ik met die wenkbrauw bezig ben geweest. En dan doe je deze op, weer de onderkant. En dit maakt een soort van laagje over die wimpers die je net helemaal mooi gespreid hebt. En dan krijg je een oogopslag, ja serieus. En voilà. En je hebt super lange, dikke wimpers. Nou, wat doe ik dan nog meer? Ik heb nu de Essence Matte Powder. Die ruikt heerlijk naar kokos en naar vakantie. Dus dan doe ik een beetje zo. Om iets meer couleur en een beetje een soort van anti-glim aan mijn gezicht. En klaar! Ik ben over de helft heen. En ik weet nog niet of ik verschil zie. Maar ik ga het vandaag weer opdoen. Hier hebben we hem. Daar is die dan. Jullie denken, waarom zit ik onder in de neus bij Bobby te kijken? Dit is het resultaat na 28 dagen. En dit is dus één laag mascara. Die tweede laag van L'Oréal, die ik er altijd op deed, heb ik dus niet gebruikt. Waanzinnig, hè? Kijk dan wat een wimpers!